nu dan weer terug zijn. We zijn ook weer terug in het theater en terug in de lezing. We waren in virtual reality en gingen al langzaam naar de behoefte om elkaar te kunnen zien. En ik had het al eerder genoemd, in die mixed reality schaal zit ook zoiets als augmented reality. Het gaat over augmentation. En even een korte definitie. Is a term for a live, direct or indirect view of a physical, real-world environment whose elements are merged with or augmented by virtual computer-generated imagery, creating a mixed reality. Wat in godsnaam betekent dat? Vragen jullie misschien af? Nou, misschien vragen jullie dat af, misschien ook niet. Ik ga het zo laten zien, dus dat scheelt. In ieder geval wil ik even drie punten van augmented reality aangeven die belangrijk zijn. En dit komt op jullie af. Komende jaren kan ik je vertellen. Dus dan weet je alvast er iets meer over. Dat is alleen maar fijn. Augmented reality als technologie zijn eigenlijk twee vormen op dit moment te onderscheiden. Op je desktop, dus dat betekent op je bureau met een webcam en een beeldscherm en een muis en een vaste computer die je niet kan verplaatsen. En daar kan je iets met markertjes doen. Is ook mobile. Dus je ziet nu een ontwikkeling steeds meer op mobiele telefoons. En dat geeft ons natuurlijk ook een enorme bewegingsvrijheid. Er is zoiets als marker-based en markerless. En twee begrippen die interessant zijn, ook voor theater denk ik, en het gebruik van schermen, is magic lens of magic mirror. Nou, ik ga even een poging wagen om dit live te doen, want als al die studenten natuurlijk met hun beeld lopen gaan, dan moet ik dat ook. Oké. Nou, wat ik nu doe, is ik kijk door de kamer. Nou, ik niet, maar de computer. In dit geval kan ik spelen met markers. Dit is een marker. En ik moet gelijk denken aan die Raf die in mijn blog zei, ik ben een marker. Maar ik ben nog geen marker. Dit is een marker. En het idee is dat als je die onder je webcam houdt, mag er misschien een klein beetje meer licht, dat we iets meer kunnen zien. Nee, dat gaat niet knippen, dan mag je terug. Kijk, dit is de theaterzaal. En die zit perspectiefisch nu aan die marker vast. Dus kunnen we van boven kijken. En van dichtbij. Oké, je had het natuurlijk al gezien. En in die theaterzaal sta ik natuurlijk. Ik had hem nog graag, hij knipt een beetje, want het licht is een beetje problematisch, maar hij heeft het hoekje vast. En ik heb het hoekje vast, dankjewel. Kijk. Ik sta hier in een soort basishouding. Het zou leuk zijn, ik had een leuke animatie gemaakt dat hij ook ademt en loopt en dat soort dingen. Maar weinig tijd om dat te implementeren. Maar goed, daar dan ook. Dezelfde. Wat je nu eigenlijk ziet, is dat je dus driedimensionale objecten kan combineren aan een driedimensionale reële tactiele beweging. Dat geeft heel veel mogelijkheden. En ik zou bijna willen zeggen dat je natuurlijk daar ook nog wel verder mee kan gaan. Want ja, ik leg graag markers op de vloer, dat weet ik af. En nu zie ik mezelf waarschijnlijk niet meer vanwege. Ah, wacht, kijk. Die gaan we later doen. Ja, dit was het theater, heel goed. Oh ja, nu ben ik wat groter. Nog even naast het theater, in het theater staan. Kijk. Goed. Je ziet nu eigenlijk al een soort schizofrenie in dit systeem. Want hier manipuleer ik fysiek iets, daar gebeurt iets. Dat is echt een probleem als je dus bezig bent met wat we noemen desktop augmented reality. Dus je hebt je camera en die kijkt eigenlijk naar je bureau wel, daar doe je iets met markers, maar je kijkt niet naar wat je aan het doen bent, je bent eigenlijk aan het kijken wat de resultaat op een beeldscherm is. Ja. Dat is jammer, want we hebben het over het mixen, dus we zouden het heel graag op elkaar willen leggen. Kon ik niet wegblijven van Miraf, zijn inspiratie. Als ik dit laat.
theatrale momenten, levensgevaarlijk. Het belangrijkste is in ieder geval, en dat vind ik dan wel weer leuk, dat wat ik eigenlijk creëerde, en dat wou ik even laten zien aan de hand van het t-shirt, maar misschien beter om het even zo te laten zien, is dat als Marco op de grond ligt in dit geval, kunnen we een gat in de grond maken. Snap je? En waarom ik dat interessant vind, is omdat je dus eigenlijk dit soort dingen dus ook op de muur kan projecteren. Dus wat er eigenlijk nu ontstaat, is een gat in de grond, waar dus dingen uit kunnen komen, en rond kunnen lopen over de vloer of noem maar op. Of een portal in de muur, of in het plafond, of wat we dan verder ook willen. Nou, mijn hart zit nu in de vloer. Ik weet eigenlijk niet wat dat betekent, maar daar hebben we Marcel voor, dus dat scheelt. ik ga... Dat is lief bedoeld, hè. Nou, dat was even een kleine demo. We zijn hier net mee bezig, maar ik geef dit heel graag aan de studenten en verheug me al op wat daar vervolgens weer mee gaat gebeuren. Gelukkig zijn er mensen al een tijdje mee bezig en niet alleen maar technologen. Ik wil je even een voorbeeldje laten zien van Levelhead van Julian Oliver. Dan mag inderdaad het zaal even een klein beetje uit. En ik hoor geen geluid, dus... zag een paar jaar geleden. Een jaar geleden. Voor mijn gevoel, een paar jaar geleden. Omdat je ook hier ziet dat er een soort ruimtelijkheid wordt gecombineerd. Maar let wel, je kan dit spel wederom alleen spelen door hier iets met kubusjes te doen en daar naar monitoren.